Nou, na deel 4 komt deel 5. En ik vind het echt een juweel van een deken worden zo. Dus wat dacht ik? Weet je wat? Deel 5. Een nieuwe steek. De parelsteek. Is eigenlijk best wel makkelijk. Als je hem eenmaal door hebt. Maar ja, dat is met alles, hè. En we doen gewoon de normale toppen en dalen met twee stokjes in één steek en twee keer twee stokjes samenhaken. En in de weg en naartoe, daarin gaan we de parelsteek maken. Dus in de eerste vaste, daar maak ik gewoon mijn draad weer vast. Zo. En drie lossen voor het eerste stokje. En in diezelfde steek het tweede stokje, want dit is de top van de berg aan de zijkant. Dus daar komen er twee in. Tot nu toe heel makkelijk. Volgende steek, daarin maak ik een stokje. Gewoon normaal een stokje. En daar gaan we de parelsteek van maken. Nou, hoe doe je dat? Je slaat om. En je gaat langs het stokje steken die we net gedaan hebben. Zo, je houdt hem zo dwars. Dat is het makkelijkst, vind ik. Je steekt om dat stokje heen en je haalt de lus op. Zo, en niet te strak, maar ook niet te los. Gewoon dat hij er lekker omheen ligt. Dan sla je om en je doet het een tweede keer. Dus je steekt weer langs het stokje naar achter, je lus ophalen. En je doet het een derde keer. Omslaan. Langs dat stokje steken. En je lus ophalen. En als ik dan tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 lussen op je haaknaald. 6 van die lussen die je net hebt omgeslagen en opgehaald. En je beginlus. Dan sla je om en je gaat door die eerste 6 lussen. Deze laat je even staan. Dus omslaan en dan keurig netjes zo, zo netjes mogelijk er doorheen. En dan sla je nog een keer om en dan niet te strak aantrekken, want die lussen die moeten mooi zo op, nou, langs elkaar blijven liggen. En dan met die omslag ga je door je laatste 2 lussen. Zo. Dat is de parelsteek. En dit doen we 5 keer op de weg naar beneden. Je slaat om. De volgende vaste sla je over en je gaat naar de volgende. En daarin maak je een stokje. Gewoon een normaal stokje. Dan hou je je werk weer een beetje scheef. Want ja, ik vind dat zelf het makkelijkst werken. Je slaat om. En om dat stokje heen haal je een lus op. Zo. Je slaat om en je haalt voor de tweede keer zo je lus op. En het zit echt soepel op mijn haaknaald, hè? Dan sla je om en je gaat voor de derde keer een lus ophalen. Dan heb je 6 van die opgehaalde lusjes hier en je beginlusje. Je slaat om en je gaat voorzichtig door die 6 lussen heen. Zo. En niet aantrekken, hè? Ze moeten echt netjes naast elkaar blijven liggen. Dan sla je om en je gaat door die 2 lussen heen. Zo. En ik hou dan meestal zo die steek hier vast, zodat ik deze omslag niet te strak aantrek. Want dan gaat het helemaal zo plat zitten. En dat is niet de bedoeling. Het moet echt zo een pareltje zijn. Nou, je slaat 1 vaste over. En in de volgende doe je je stokje. En om dat stokje heen ga je weer die parel maken. Dus je werk weer een beetje draaien, dat je er makkelijk bij kunt. Je slaat om. En dan ga je langs het stokje heen zo een lus ophalen. Omslaan.
weer langs het stokje zo. Dat is de tweede keer. Omslaan en voor de derde keer. Dan heb je die lussen allemaal mooi naast elkaar liggen. Omslaan en je gaat onder die lussen door. Niet de lus die op je haaknaald zit. Omslaan en dan ga je onder die laatste twee lussen door. Zonder die omslag strak aan te trekken. Dat moet echt hier zo langs je lussen om de, van de parel, zeg maar. Daar moet die langs liggen, zo. Ook weer niet te los natuurlijk. Het moet wel één geheel worden. Nou, hoe vind je die steek? Ik vind hem heel mooi. In het begin is het even wennen, maar het gaat op een gegeven moment vanzelf steeds sneller. Nou, we hebben er nu 3 en ik had gezegd, we doen er 5, hè. Dus ik sla 1 vaste over en in de volgende maak ik het stokje. Zo. En daar ga ik dan weer die parel van maken. Omslaan. En je steekt zo langs het stokje in en je haalt de lus op. Die lus zit dus om het stokje. Omslaan en je haalt voor de tweede keer de lus op. Omslaan en je haalt voor de derde keer de lus op. En die liggen soepel op mijn haaknaald. Dan sla ik om en ik ga door die lus heen en niet die laatste op mijn haaknaald. Kijk, zonder gespleten draad. Nou, dan heb je nog 2 lussen op je haaknaald. Je slaat om. En daar ga je dan doorheen. Zo. En weer een parel af. Nog eentje. Vaste overslaan. En in de volgende doe je weer je stokje. Oh, het is ook al zo'n gevaar te die deken. Nou, om dit stokje ga je weer die parel maken. Dus je slaat om. Je steekt langs het stokje, van voor naar achter, haal je de lus op. Dus 1 keer omslaan, van voor naar achter haal je de lus op. Voor 2 keer omslaan, van voor naar achter je lus ophalen. Voor 3 keer. En dan sla je om en ga je door die lussen heen. En dan hou je 2 lussen op je haaknaald over. En dan sla je om en ga je door die 2 lussen. Kijk, dan heb je zo de weg naar beneden. Nou, dan zijn we in het dal. En daar moet je 2 keer 2 steken samen haken. Nou, we doen stokjes, dus we haken 2 keer 2 stokjes samen. Volgende vaste sla je over. En die daarna begin je met samen haken. Even wat wol uit de knoop halen. Hebben jullie dat nou ook zo vaak of ligt dat echt aan mij? Nou, zo. Dus we slaan 1 vaste over. En in de volgende begin je met samenhaken. Dus je steekt in, lus ophalen en 1 keer doorhalen. Volgende steek ook weer een stokje half afmaken. Zo. En dan onder alle 3. Dan heb je die samen gehaakt. En dat doe je nog een keer, want we zijn in het dal. Dus 2 stokjes half afmaken. En dan in 1 keer doorhalen. Zo. En dan gaan we de weg omhoog weer doen. En dat doen we precies hetzelfde. Ook weer 5 van die pareltjes. Zo, met deken organiseren. Ik steek in de volgende vaste in en ik maak een stokje. Zo, dan sla ik om en ik ga langs dat stokje mijn lussen weer ophalen. Hè? Dus van voor naar achter een lus ophalen voor 1 keer. Omslaan, van voor naar achter een lus ophalen voor 2 keer. Omslaan en van voor naar achter je lus ophalen voor 3 keer. En dan ga je onder die lussen door en niet de lus die al op je haaknaald stond. Die laat je even staan. En dan sla je om en ga je onder die 2 door. En dan heb je de eerste alweer gedaan.
één vaste overslaan en in de volgende maak je weer zo'n parel. Eén keer ophalen, twee keer ophalen, drie keer ophalen. Omslaan, onder die lussen door, omslaan en onder de laatste twee. Zo. Vaste overslaan en de volgende. Eén keer, twee keer, drie keer. En de ene parel zal beslist mooier worden als de andere, hoor. Vast overslaan en weer je stokje. Eén, twee, drie keer een lus opgehaald met een omslag ertussen. Omslaan en onder die lussen doorgaan. Die wordt niet mooi, dus die doe ik opnieuw. Ja, dat kan gewoon allemaal, hè? Dat is helemaal niet erg. Zo. En weer een klaar. Dan heb ik er 1, 2, 3, 4 en het moeten er 5 worden. Dus ik sla een vaste over en in de volgende maak ik weer mijn parel. Een stokje. Omslaan. En drie keer met een omslag je lus ophalen zo. Drie keer. Omslaan. Onder die lussen door. Dan heb je nog 2 lussen op je haaknaald. Omslaan. En doorhalen. En als je dan een vaste overslaat, ben je bij de top van de berg. Nou, daar komen gewoon 2 stokjes in. Dus volgende vaste overslaan. En in de top van de berg 2 keer 2 stokjes. Dus 1. En 2. En de volgende. 1. En 2. Kijk, en dan hebben we dit. Pardon, even hoesten hoor. Zo. Dan gaan we weer de weg naar beneden. Daar komen er dus ook weer 5. En precies hetzelfde als wat we hier gedaan hebben. Dus in de volgende vaste, daarin maak je je eerste stokje. Zo. Omslaan. En je haalt 3 keer een lus op dus. Is 1, omslaan, 2, omslaan, 3, omslaan, onder de lussen door die op je haaknaald staan, behalve de laatste, omslaan en nu ga je wel onder die laatste 2 door. Zo. En dan sla je weer een vaste over en je doet weer precies hetzelfde. Zo. En dan haak ik nog even met jullie mee tot het dal. De top, dat is heel makkelijk, hè? Gewoon 2 in 2. Na de parel sla je altijd een vaste over. En voor de parel, als je met de eerste begint, niet. Dat was hier ook, hè? Voordat je met de parel begint, de eerste parel, sla je geen vaste over. Dan doe je 5 parels. En dan sla je wel een vaste over. En je doet het dal. Dan begin je weer met je eerste parel. En je slaat hier geen vaste over. Je doet 5 parels. 1, 2, 3, 4, 5. En dan sla je wel een vaste over. En dan doe je de berg. Dan komt weer je eerste parel. En dan sla je geen vaste over. Nou, dat is eigenlijk de patroonherhaling, zeg maar. Nou, ik haak nog even met jullie tot het dal. Het is net zo gezellig zo. 1, 2, 3 keer een lus ophalen. En dan netjes zo. Zonder gespleten draadje. Eronder door. En ik zeg al, de ene parel die wordt mooier als de andere. Dat is altijd zo. 1 overslaan en dan weer een stokje. Eén, twee, drie. Zo. Nog een keer. 1 overslaan en in de volgende
het stokje voor de parel. 1, 2, 3 keer zo je lus ophalen met een omslag. Onder die lussen door. De laatste lus laten slaan, omslaan en dan er doorheen. En dan heb ik er 1, 2, 3, 4. En het moeten er 5, dus ik sla nog één keer een vaste over. En ik doe mijn vijfde. 1, 2, 3 keer een lus ophalen. Omslaan. En onder die lussen door. Zo. Dan hou je 2 lussen op je haaknaald. Dan sla je om en dan ga je dan in één keer onderdoor. En dan sla je er weer één over, hè? Na de parel altijd één overslaan. En dan ben je bij het dal en daar ga je gewoon 2 stokjes samen haken. Zo, en nog een keer. Het dal is altijd 2 keer. En dan ga je weer opnieuw beginnen met je eerste parel. En je eerste parel sla je geen vaste over. Dus de eerstvolgende die komt hier recht na het dal. En zo werk je de hele rij af. Er was iemand die maakte de opmerking dat het niet echt punten waren in de chevron. En dat klopt. Dat ligt aan de steek. Toen je deze stokjes en vaste rij maakte, toen werd het al meer een punt. Dat helpt. En ook als je hier de meerderingen en in het dal de minderingen op een andere manier doet, dan wordt het ook meer een scherpe punt. Maar ik vind dit vind ik heel erg mooi. Ik zal vast nog een keer een chevron maken met veel scherpere punten. Maar deze deken is eigenlijk meer ja, een golf. Ik vind hem zo mooi worden en aan de reacties op Facebook hoor ik dat jullie het ook heel leuk vinden. Dus ik ben benieuwd. Ik ga in ieder geval deze rij helemaal doen en dan de terugrij kom ik weer bij jullie terug. Zo, ik heb de hele rij gedaan en ik vind hem heel erg mooi. Echt pareltjes. Nou, ik ben geëindigd na mijn vijfde parel de weg omhoog. Die vaste overslaan, hè, zoals steeds. En in de laatste steek 2 stokjes voor de top van de berg. En nou de terugrij wordt een rij vaste. Dus 1 losse en je werkkeren. In de eerste steek doe je 2 vaste. Top van de berg, weet je wel. 1 en 2. En dan doe je 10 vaste naar het dal. Dus iedere steek die je tegenkomt, je ziet hier die steken zo erbovenop zitten. Nou, 10 stuks. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 en 10. En dan 2 keer 2 vaste samen haken. Dus lus ophalen, in de volgende lus ophalen. En in 1 keer onder 3 door. En dat doe je weer. Dus de volgende een lus ophalen. De volgende een lus ophalen. En in 1 keer eronder door. Nou, en dan doe je weer 10 vaste de weg omhoog. Dus die steken die je hier ziet, die gaatjes, dat zijn steken. En daarin moeten vaste komen. Dus 10 stuks de weg weer omhoog. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7,
8, 9 en 10. En dan ben je weer in het midden van de top van de berg hier, die middelste twee stokjes. En in ieder stokje komen twee vaste. Dus 1 en 2. De volgende 2. 1 en 2. En dan ga je weer 10 vaste omlaag. 1, 2, en je ziet nog steeds die steken hier, hè? Die gaatjes, dat zijn steken. Dus dit is 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 en 10. En dan haak je er weer 2 keer 2 samen. Dit is 1 en de volgende. En 2. En dan weer 10 omhoog. 2 in de top van de berg, net zoals hier. En als je dan op het eind bent, dan doe je weer hetzelfde als in de eerste rij. Die pareltjes maken. Maar dan zul je merken dat de pareltjes een steek opschuiven. Dat was ook hier bij deze. Bij deze steek. Patroondeel. Dus de weg omhoog en de weg omlaag. Die steken schuiven op. En dat is hier ook bij. De pareltjes die komen er tussenin te zitten straks. Moet je maar opletten. Wordt echt heel mooi. Nou ja, en net zoals gebruikelijk in de afgelopen delen. Hoeveel rijen moet je doen? Ja, dat moet je zelf weten. Echt helemaal aan jou. Dat blijf ik herhalen. De hele deken is echt helemaal jouw ontwerp. Jouw idee. Maak ervan wat jij mooi vindt. Doe ik tenslotte ook. Kijk. Het past al niet eens meer in beeld. Zo lang is hij al. Dit is nou die parelrij. Ik had die tussenrand. De rand met stokjes en vaste, de tussenrand, het bloemenveld, de tussenrand en de ria-steek. Ik blijf hem de ria-steek noemen, ik vind hem zo leuk. En ondertussen heb ik dus ook al nagedacht over een sierrand. En ik denk dat ik er één gevonden heb die iedereen kan maken. Wat voor model, welke maat jouw deken of tafelkleed of... Nou ja, misschien maak je er een omslagdoek van. Welke maat die ook heeft, volgens mij moet die er omheen kunnen. Misschien een beetje met een paar aanpassingen als je het net wat anders doet als ik. Maar die zullen heel makkelijk zijn. Dus daar kijk ik ook al naar uit om die te gaan doen. Maar ja, mijn deken is nog niet zo ver. Nou, hoe ver is hij? Even kijken hoor, kan ik hem vinden? Ja, hier. Ik zal eens kijken. Van... die laatste sierrand, dus niet die parelrij, maar echt vanaf die sierrand, zo tot aan de bodem recht naar beneden, is hij nu 49 centimeter. Dus hij moet nog 4 keer zo lang worden. Misschien is het een idee als ik dit straks hier ga herhalen. Maar dat weet ik nog niet. Ik ga nu eerst die parelrij doen. En die hou ik dus weer net zo breed als die andere sierranden die ik gedaan heb. Hier die stokjes, het bloemenveld en de ria-steek. Die parelsteek, die wil ik net zo breed houden. Er gaat alleen heel veel wol in zitten hoor, als je die parelsteek doet. Dit was een nieuwe bol. En ik heb pas 1 rij gedaan. Dus daar moet je dan wel rekening mee houden. Nu is mijn deken ook wel behoorlijk breed. Misschien is het bij jou minder breed. Maar deze steek vraagt heel veel wol. Dus... Dat is een waarschuwing. Dan wens ik je met dit deel weer heel veel haakplezier. En ik zie je graag terug bij de volgende.